Hallo kijkers van Retrip Games, ook bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer in FTB. En ik zie dat de obsidian hier al wordt weggehakt. Ik had vorige keer... ik had vorige keer water eroverheen gegooid. En de boel wordt weggehakt, dus even kijken. Jetpack, die ga ik even opladen. Misschien wel handig om te doen. Dus die stoppen we hierin. Oh, die moet ik natuurlijk wel afdoen. Zo. Dan kan ik namelijk er even heen vliegen en dan kan ik er... nog meer water opgooien, want er zit natuurlijk nog meer lava op. En dat moet allemaal weg, want het is niet echt efficiënt en dan gaat hij niet echt zo snel door. Dus dat moet even gefixt worden. Dit ding is zo vol. Even wachten. En... als het goed is hij nu vol. Ja, hij is vol. Dus die doen we weer op. Zo. Oké, dan vliegen we er gewoon even heen. Dan gooien we er wel wat water overheen. Dan hebben we dat in ieder geval weer gedaan. Dus voorzichtig. Moet niet te snel gaan hier. Dan ga ik even hier staan. En dan gooi ik hier water eroverheen. Oké, en dan ga ik hier verder. Gooi ik hier water overheen. En dan hier ook. En dan als het goed is, dan is dit wel gefixt. Waarschijnlijk zit er nog wel water onder trouwens. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Maar ik kan wel even het blokje weghakken. Ja, er zit nog allemaal lava onder, dus dat moet ik ook nog een keer weghalen. Dus dat wordt wel een beetje vervelend, maar... ja, eerst zorgt de quarry er maar voor dat hij dat heeft weggehakt. Dus even kijken hoe het hier gaat. Nog niet alles zit nog helemaal vol met kool, dus ik pak nog wel even wat kool. Ik heb nog genoeg hier. Oké, dus die zit nog vol, die ook, deze niet. Deze ook niet, en deze ook. Ook niet, even kijken hoe het met de andere staat. Ja, dan gooi je gewoon nog even wat in. Die zit vol, die zit niet vol. Nou, dat laten we gewoon even doorgaan. Dan gaan we kijken hoe het met die quarry verloopt. Deze quarries die zijn in ieder geval best wel slow. Dat komt door het aantal solar panels wat hier staat. Want je kunt zien dat er duidelijk niet genoeg energie is. Nou, wat ik deze episode ga doen. Ik ga een huisje bouwen in de achtertuin. Dit is niet echt een achtertuin. Maar ik ga er alsnog een huisje bouwen, dus ik pak eerst even wat materiaal. En dan kan ik in dat huisje tamcraften. En dat is magische mod, soort van. Dus dan ga ik dat even doen. Even kijken, heb ik hier nog wat hout? Misschien birch wood. Ik weet niet of ik dat wil gaan gebruiken. Ik drop in ieder geval even wat spullen. Glas heb ik wel nodig voor een huis. Nou, deze landmarks heb ik niet nodig. Ik heb hier nog een tamcraft item. Want als we deze episode, dat wordt een wat langere episode dan normaal. Ik heb gezien gisteren in de reacties heel veel mensen die wilden graag vandaag FTB zien. Dus jullie krijgen FTB vandaag. En waarschijnlijk morgen King en Bouwen. In ieder geval, komt helemaal goed. Even kijken, wat ga ik nog meer gebruiken? Ik denk geen marble. Ah, misschien voor de vloer. Dus die neem ik voor de zekerheid mee. Maar ja, dus ga ik de volgende FTB episode waarschijnlijk Tamcraft echt gewoon beginnen met magische dingen maken. Als ik nu het huisje afkrijg, dan gaat het helemaal goed komen. Dus wat ik ga doen, ik ga eerst een basis maken van hout. Dus dat doe ik hier in de hoek. Dan heb ik daar omheen nog wat plekjes over. Die komt hier. En dan ga ik hier tussen met... even kijken, ga ik stone of cobble? Ik denk dat ik cobblestone constructie kan gaan gebruiken. Ik heb geen flauw idee. Ik kan ook wel dit gebruiken trouwens. Zo. En dan zetten we hier tussen een raam. Kijk, waar is mijn glas? Hier is glas. Zo. Zet ik hier een raam. En dan doen we hier nog een keer dit. Ik kan er ook wel een kelder in maken als het nodig is. Oké, en dan weer dit. En dan... even kijken, zoiets. Oh, dan moet de bovenste natuurlijk weg. Het moet er niet 4 worden, het moeten er 3 blijven. Oké, die hak ik weg. En dan zet ik er hier eentje neer. Oh. Oh ja, dit is natuurlijk 1.4 waar ik nu in speel. Dus deze kunnen wel schuin. Bij Tekkit is dat niet zo. Dus dan heb ik zoiets. Oké, dan zet ik er hier nog 3 neer. Trouwens, FTB is al, of deze pack die ik gebruik, is al geüpdate naar 1.6.4 en 1.5 geloof ik. Dus ik kan hem updaten. Alleen de enige reden waarom ik hem niet update is dat al die bomen, al dat hout, dat verdwijnt dan. Want dat zit er niet meer in. Dus ik weet niet of ik dat ga updaten. Ik kan het ook wel op zich zo laten. Alleen dan heb ik niet echt de allernieuwste dingen.
Dus laat even jullie mening weten. Moet ik hem updaten of moet ik hem zo laten zodat ik die bomen hou en alles. Anders dan is dat allemaal weg en dan is het één grote lege vlakte. Dat ziet er echt niet uit. Dat is dus jullie mening. Wat willen jullie graag? Even kijken als ik hier nog hout. Oké, dan hou ik het gewoon zo. En dan zet ik deze hier boven neer. Zo. En dan hier ook. Nou, dat komt wel uit. Dat komt wel aardig uit. Zo. En dan hier nog wat. En uiteraard hier. En wat ik hier tussen ga stoppen, dat is dan een ander soort hout. Ik heb geen flauw idee of ik dat soort hout heb. Dat is namelijk spruce, volgens mij. Dat donkere hout. Ik denk niet dat ik daar wat van heb. Misschien een sapling of zo. Oh, verkeerde. Nee, ik heb alleen maar oak. Oak wood. En ik wil toch echt spruce hebben daarvoor. Ik kan trouwens ook wel even een axe meenemen als ik die heb. Heb ik een axe? Nee, ik heb geen axe. Dus ik denk dat ik dan even één moet maken. Misschien kan ik er boven nog eentje liggen. Daar is ook geen axe. En hier is heel veel pickaxes. Ik heb nog wat iron hier, dus ik maak wel even zo'n axe. Zo. Kan ik in ieder geval wat sneller bomen hakken. Dan ga ik wel even van dat speciale hout pakken. Wat dan weg is als ik hem update dus. Of ik moet het vervangen voor spruce. Maar dat is ook een beetje een rot werk. Dat ga ik niet bij mijn kerstboom weghalen. Dat is een beetje zonde. Hierheen helemaal boven in de boom. Dit is trouwens wel een mooi gebied. De steen daar in ieder geval. Oké, dan hak ik van hier even wat hout weg. Helemaal naar beneden. En dan als het goed is dan gaan die blaadjes automatisch weg. En veranderen die in saplings. Oké, dus we gaan lekker verder. Hak, 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 hak. Bijna klaar. Het is wel grote boom, dus geeft veel hout. Deze die geeft 6 en 27 zelfs. 27 hout. Dus dat is op zich best wel veel. Oké, dan gaan we hier weer heen. Zo. Want wat de bedoeling is, kijk, dit is wat donker hout. Die zet ik dan gewoon hier neer. Die heeft helaas geen texture pack. Daarom wou ik eigenlijk spruce gebruiken, want dan ziet het er wat mooier uit. Als ik spruce heb, dan zal ik het wel even vervangen. Dus dat is deze die zijn even tijdelijk, gewoon zodat het even wat beter staat. Dan zetten we die hierop. Oké, dan hebben we dat staan en dan ga ik een dak maken. Dus het eerste wat ik ga doen, ik zet hier even een simpele crafting bench neer, crafting table. En die zet ik hier mooi in de hoek. En dan maak ik even snel een kist waar ik wat spullen in kan storen als dat nodig is. Dan moet ik eigenlijk twee kisten hebben, dus dan ga ik even eentje zo. En een tweede kist. En die kisten zetten we dan hier tussen. En dan kan ik in één hoekje nog wel even een furnace neerzetten. Voor als we die een keer nodig hebben als we hier bezig zijn met Timecraft. Zo, dus dat hebben we in ieder geval staan. Dan maak ik even snel een deurtje. Een deur, die hebben we natuurlijk ook nodig. Dus ik krijg allemaal insluipers hier, allemaal zombies of zo. En dan vervang ik deze voor een houten blok, voor oakwood. En dan een schuine oakwood, dat staat gewoon ietsje beter. En dan zetten we deze hier neer. En dan ga ik de vloer trouwens ook nog even vervangen voor iets anders. Moet ik even bedenken waarvoor ik het ga vervangen. Misschien kan ik dit hout, even kijken wat voor hout krijg ik ervan. Firwood planks, dat is wel interessant hout. Alleen, daar zit ook geen texture bij. Dus ik ga wel even kijken of de texture pack daar ook een texture voor heeft. Dat zou natuurlijk wel zo mooi zijn. Want ik vind de default texture pack van FTB. Of ik bedoel, ja, van FTB en Minecraft gewoon een beetje. Nah, weet je, dat is 16x16 pixels volgens mij. Dat is gewoon niet heel erg mooi. En de texture pack die ik nu gebruik is volgens mij 128x128 pixels. Dat geeft dan een veel beter effect. Dat ziet er veel beter uit. Dus waarom zou ik dat niet gaan gebruiken? Oké, we hebben de wol opgevuld. Dan regel ik even wat licht. En ik heb er geen kool. Dus weet je, ik kook gewoon even snel wat charcoal. Gewoon even een paar. Met die furlocks. Want die heb ik niet echt veel nodig nu. En dan intussen dan maak ik even wat slabs met cobblestone. Oké. Op deze manier.
Oh, die moet ik natuurlijk wel houden. En wat ik dan doe, ik ga hier op de zijkant allemaal cobblestone neerzetten. Dus dat komt allemaal over de zijkant. En waarom doe ik dat? Ik zet daar tegenaan slabs. En dan aan de buitenkant natuurlijk, niet aan de binnenkant. Zodat je zo'n soort van laag dak krijgt. Niet met stairs, maar gewoon een mooi plat dak. Dus deze die zetten we aan de zijkant. Ga ik binnenkort ook een keer de hele boel hier met torches, torches neerplaatsen. Je hebt ook van die torches die mobs wegjagen. Die kan ik ook wel neerzetten. Alleen die zijn redelijk duur te maken. Of kosten gewoon veel items. Ik weet niet eens meer hoe die dingen heten trouwens. Oké, deze zet ik even hier neer. Zet ik er zo'n eentje tegenaan. En dan halen we dit blok weg. En dan ga ik hier wat slabs tegenaan zetten. Zo. Volgens mij staat het best wel goed. En dan moet ik straks nog wat aan de inrichting werken. En dan hebben we de boel hier binnen gefixt. Oké, die pak ik ook nog even erbij. De boel opvullen hier. Ik heb er nog twee. En dan ga ik even wat nieuwe maken hier. Ik hoef er niet zoveel meer te hebben. Oké, dat zijn er 18. Dat is wel genoeg. Dan zetten we die hier neer. Oh, er is weinig mobs hier. Dus dat is een goed teken. Oké, ik heb de charcoal hier. 8 charcoal. En ik heb wat stokken. En nu heb ik ook torches. Nice. Zet ik er een paar hier neer. Gewoon voor wat licht buiten. Zet ik er binnen wat neer bij de ramen. En dan hebben we hier genoeg licht. En dan ga ik even de boel afwerken hier bovenin. Door hier wat slabs omheen te zetten, dan maak ik er nog wat. Even kijken, cobblestone. Nog meer cobblestone. Zo. Oké, en dan die in de hoekjes. Oké, dan hebben we dus best wel wat een mooi huisje gemaakt. Nou, het valt mee. Het kan beter, maar ja, weet je. Het hoeft niet helemaal perfect te zijn. Het is een mooi huisje in de achtertuin. En dan hebben we hier nog genoeg plek om wat machines te bouwen. En dan ga ik hier dus al mijn towncraft dingen doen. Ik kan misschien al wel wat towncraft dingen erheen verplaatsen om in de kist te stoppen. Ik stop in ieder geval deze erin, want die hebben we nodig voor towncraft. Even kijken, dan haal ik wel even wat van die crystals op. Zo. Vlieg gewoon over het huis heen, waarom niet? En als het goed is heb ik hier nog wel wat crystals van die... en dan niet zulke crystals, of moet die wel? Ik weet niet eens meer. Er zijn zoveel crystals hier. Ik neem wel gewoon even... Volgens mij heb ik alles trouwens niet hier liggen, maar in die andere. Ik neem de shards mee. Ik neem nog meer shards liggen. Volgens mij niet. Amber neem ik ook wel even mee. En dan heb ik hier als het goed is nog wel wat shards liggen. Daar een V-shard en een Earth-shard. Zijn niet echt enorm veel shards. Maar ik moet het er maar mee doen op dit moment. Dus die brengen we ook nog wel even daarheen. Dat is een soort van magisch item. Die we kunnen gebruiken. En dan moet ik binnenkort een crucible maken. Dat is een soort Tomcraft ketel. Ja, je kunt wel ketel noemen. Ik zal wel even laten zien hoe dat ding eruit ziet zo. Stop ik eerst deze weg. Ja, dus een crucible. Dat is dit dingetje. En ik moet ook een of andere schrijftafelachtig iets gebruiken of maken. En dat heeft ook met Towncraft te maken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik eet nog even snel wat. Voor zombies. Nou, die zit vast wel ergens in de buurt. Dan kan ik net zo goed wel even wat torches neerzetten hier. Gewoon tijdelijk. En misschien hebben jullie ook nog ideeën wat kan ik hier buiten nog doen bij al deze open ruimte. Want ik heb geen flauw idee wat ik hier allemaal zou neerzetten. Sowieso een paar machines die ik nog kan gebruiken. Maar als jullie ideeën hebben, ideeën zijn altijd welkom uiteraard voor de volgende keer in FTB. Dan haal ik dit wol nog even weg en dan hebben we dat mooi afgewerkt. Dan verbrand ik het wol gewoon, ik heb het helemaal niet nodig. Weg ermee, zo. Oké, dus... Dat is weer een productieve episode. We hebben een mooi huisje gemaakt. En dit is ook een lange episode. De volgende keer ga ik weer een lange doen. Gewoon omdat jullie dat omdat jullie FTB zo leuk vinden. Dus vergeet niet een groen duimpje achter te laten, te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer.
Laters.